heeft wat ruimte. Sadilek. Bergwijn. Klaarleggen. Lammers! Wie pakt die bal? Om hem weer klaar te leggen. Door. Bergwijn. Blijft rustig. En zet PSV op 1-0. Bergwijn. Bruma. Bruma. Van Ignacio. Van Aanen. Gezien. En staat het 1-1. Bergwijn. Knap weggedraaid. Bergwijn over de as van het veld. Vrije schietkant voor Bergwijn. En dus raak. Het is een fraaie goal van Steven Bergwijn. En die zat er wel een beetje aan te komen. Want PSV oogde dreiging. Guti. Een sliding in twee delen. Aan het einde toch nog de bal. Gakpo. Die gaat naar binnen willen. Gakpo en dan uithalen. Plaatsen! Lopen daarna. Eerste dreiging veroorzaakt. Bergwijn legt klaar. Rosario. Schotje. Maar niet uit de weg. Dat is het eerste schot op de bal meteen raak. Bergwijn. Klaarleggen. Doan, schot geplokt. Bergwijn uit de kluts. Bergwijn legt hem breed. Bruma scoort. Maar de vlag is af. Je had al de indruk dat Bergwijn buiten spel stond. Ik denk dat deze niet doorgaat. Er wordt nog naar gekeken door de VAR. Het zou een buiten spel gaan van Bergwijn. Malen snel geschoten. En weer ziet Maus er niet goed uit. En is het 2-0 voor PSV. Eigenlijk een identiek doelpunt. Bergwijn. Malen. Yatar en dat soepel. Bergwijn. Doan. Moet hij het dan afronden? Dat doet hij ook. Keurig gedaan. Goeie aanval van PSV. En zo is het helemaal beslist. Mag je aannemen. Na 72 minuten 3-0. Langstroef. Maar eigenlijk vanaf de 55ste. Van de vereniging fanatieke PSV aandacht voor Mark van Bommel.
we live in.